guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag en uit werk heb ik eventjes in de zon gelegen, gegeten en me klaargemaakt. Ik heb mijn haar gekruld, mijn make-upje opgedaan en ik heb de LA Sisters Satin Beige bodysuit aan en mijn Givenchy joggingbroek. Loos en ik gaan nu naar de Phoenix Awards. Ik heb er afgesproken met Gio, Mitta, Richie, al mijn vrienden zijn daar, dus het gaat super gezellig worden. En ja, we gaan jullie weer een keer meenemen. Oh ja, en wat ik ook nog eventjes wilde doorgeven. Vanaf nu gaan wij dus alle LA Sisters items die wij dragen in een vlog. Voor jullie linken in de beschrijving, zodat het makkelijker is om de items te gaan shoppen. Laat even weten in de comments of jullie dat een goed idee vinden. Laat even zien wat jij aan hebt. Vandaag heb ik een all denim outfit aan. En een nieuwe rokje van LA Sisters. Woep woep. En mijn spijkerjasje die komt uit Sydney volgens mij. Ja. En mijn YSL tasje en mijn communication sneakers. Leuk, leuk. Wij hebben 10 broodjes kaassoufflé besteld. Met pindasaus. Ja, sorry. Maar met pindasaus. Wie bestelt nou kaassoufflé met pindasaus? Oh, alle kaassoufflé zijn klaar, bra. Die speciale is voor mij. Die, de zonder saus van jou, broodje. Goedemiddag guys, het is vandaag alweer zondag. En we zijn nu onderweg, Sam en ik, naar TikTok Beach Festival. En het is 6:30 nu. En dat is al om 3:00 begonnen, maar in verband met werk en zo kon ik dus niet eerder heen. Dus we zijn nu onderweg en 7 begint om 7:00. En die vinden we wel hard. Dus daar gaan we nu naartoe. En verder treedt Jorik ook op. En Jonah, Ronnie. Dus echt hele leuke artiesten. Dus dat is de planning voor vandaag. Ik ga jullie meenemen en ja. Wauw. Deze mensen, we staan al zo lang in de file bij Bloemendaal. En ze halen iedereen gewoon in. Gaat deze het ook doen, for real? Zo aso. What the hell. We staan echt al zo lang in de file. Ik denk zeker wel 20 minuten. Good morning guys, het is vandaag alweer maandag en ik ben lekker een taartje aan het eten. Omdat mijn vriendinnetje Astrid woensdagjarig is. Dus ze heeft lekker taart meegenomen naar werk. En zelf gebakken. En het is echt heel erg lekker.
Wat ik wilde zeggen was, ik heb gisteren niet meer verder gevlogd naar TikTok. Omdat ik echt zo moe was en we moesten echt nog heel ver lopen naar de auto. Dus ik had zoiets van, ik vlog vandaag wel weer eventjes. En ik heb mijn haar ook niet gesteld vandaag. Zoals je kunt zien is het nog een beetje vochtig, maar ik probeer gewoon de laatste tijd minder mijn haar te beschadigen, zeg maar, met de stijltang. En meer mijn natuurlijke haar uit te laten komen. En vroeger krulde het veel meer. Maar ja, so be it. Anyway, Astrid is dus woensdagjarig. En toen ik bij de White Dinner was, mocht ik nog een boeket uitkiezen van Bloement. En ja, dat is een bloemenwinkel, ook online. En daar kan je dus allemaal bloemen bestellen. Voornamelijk rozen, volgens mij. Dus ik dacht, zij is woensdagjarig. Waarom bestel ik niet een mooi boeket voor haar? Dat ga ik nu doen. Ik ga eventjes op de website laten zien wat ze allemaal hebben. En welke ik dus voor haar ga bestellen. Kijk, dit is dus de website. Bloement.nl. Of het is Bloement, dat weet ik niet zeker. Maar je hebt dus allerlei verschillende soorten rozen. En ik twijfel dus welke ik zou nemen. Maar ze heeft dus een vriend. En misschien dat Nick deze al voor haar koopt. Rode. En dan heb je ook nog wit en roze. Dus ik denk dat ik roze wel echt het leukst vind. En dan kan je dus allerlei verschillende soorten maten bestellen. Vlinders in je buik, brillenliefde, smurverliefd. En they look super pretty. En dan krijg je het dus in zo'n box volgens mij, een bloemenbox. Echt super leuk. Ja, ik denk dat ik deze gewoon ga bestellen. En dan laat ik het bij haar thuis bezorgen. Good morning guys. Ik heb dit ontvangen. En dat zijn dus de bloemen. Van Bloement. En ik denk dat je dit uitspreekt als Bloement. Omdat er staat jouw bloemenmoment. Jouw bloemenmoment. Dus dan is het Bloement. I guess so. Anyway, kijk hoe cute. En dat maak je dus zo open. En dan zijn je rozen zo verpakt. Ik ga ze pas vanmiddag geven aan Astrid. Want ze is vandaag jarig. Maar ik denk dat ik ze wel al eventjes... Ze zitten namelijk al in water. Maar ik ga ze gewoon even een beetje uit de verpakking halen. Zodat ik ze een beetje daglicht kan geven. Dan heb ik even een schaar nodig. Be right back. Zo, ik ga het even loskippen. Yes. Kijk, het ziet er zo uit. Dit heb ik net losgeknipt. En dan zit het zo vast. Dus dit is echt super handig als je dus bloemen online bestelt. Want er zit gewoon water bij. En het is helemaal zo verpakt. Dus ik ga het nu wel een beetje uitpakken. Dan leg ik ze gewoon hier neer vandaag. En dan geef ik ze gewoon vanmiddag. En dan doe ik ze weer een beetje in de verpakking. Kijk, leg ik ze gewoon zo neer. En deze ook. Zo. En dan zie ik jullie vanmiddag weer terug. Ik ben met Ashley. It's her birthday. Ben je blij? Ja. Ik word oud. Ja. En we zijn 21. We krijgen warm. Nee. We kenden elkaar toen we... Wat? Ja, ik was 12. Nee, ik was 12. Ah, ja, ik was 12. Jij ook. Ik was ook 12. We waren allebei 12. 11 of 12. Dat was al 9 jaar. Ja. Ja. Dat is 9 jaar. Anyway, we zijn gezellig bij Tokyo Dome. Lekker sushi eten. En ik ga straks Astrid cadeautjes geven. En nog een andere verrassing. Dit is het cadeautje voor Astrid. Oké, je mag het openmaken. Volgens mij zijn het bloemen. Nou. Kijk hoe cute. Ik heb nog nooit bloemen zo netjes zien ingepakt. Echt hè? Echt een leuke verpakking. Mooi hè? Oh, zo schattig. Kijk dit. En hier nog één hè? Ja, lichtroze. Ik twijfelde nog of ik rood of wit of lichtroze zou doen. Er zit hier water in. Ja, goed hè? Hoe dan? Ja, zo kan het dus verstuurd worden en goed blijven. Surface. Mooi hè? Oh, je kan ze echt lang. Zo ja, je moet ze gewoon in een vaasje doen thuis natuurlijk. Zo leuk. Voor jou. Dankjewel. Alsjeblieft.
Pull up any wine and ketchup again.